heb een speelplaats ontwikkeld waar zowel kinderen als volwassenen met elkaar een spel kunnen spelen. Dat kan door fysieke inspanning energie worden opgewekt. En die energie wordt dan toegepast in een energiezuinig LED-scherm. Op dat LED-scherm kunnen verschillende zowel creatieve als competitieve spellen worden gespeeld. Ja, Simon is er echt in geslaagd om duurzaamheid op een hele positieve en natuurlijke manier in een product te verwerken. En hij heeft natuurlijk gekeken naar de materialen die hij gebruikt voor dit ontwerp. Wat voor soort hout, wat voor afwerking van het metaal, hoe kan je dat later nog uit elkaar halen. Maar heel belangrijk is dat hij duurzaamheid en energie door middel van het spelen aan het product verbindt. Het combineren van verschillende leeftijdsgroepen, het toepassen van opgewekte energie en het gebruik van duurzame materialen is oorspronkelijk het idee van Rex. En met die voedingsbodem heb ik deze speelplaats ontwikkeld. De speeltuin, of het speeltuinproduct wat Simon heeft bedacht, moet je zien als een soort speltafel waaromheen je een aantal staanplekken hebt waar je flink op gaat bewegen. En door die beweging die persoon gaat maken, kind of ouder, wordt energie opgewekt middels een generator. En die energie gebruiken we om een leuker spel te maken. De speeltuin die wordt gemaakt van FSC goedgekeurd hout en verzinkt staal. En dat verzinkte staal kan volledig worden gerecycled. Het zink en het staal kunnen worden gescheiden. En vervolgens kunnen zowel het zink als het staal dus worden hergebruikt. Ik heb voor het ontwikkelen van deze speelplaats bestaande elektronische technieken en productietechnieken gekozen. Zodat het ook toepasbaar is. Dat er niet ongelooflijk lange ontwikkelingstrajecten vooraf hoeft te gaan voordat het in productie kan. Meestal blijft het toch alleen bij een goede materiaalkeuze, minder energieverbruik. Maar hier zit nog veel meer aan. En dat vind ik wel onderscheidend aan dit project. Daar is hij ook op een hele intelligente manier, veel analyse, goede keuzes, diep doordenken, dingen uittesten, dingen uitproberen. Ja, dat heeft hij allemaal in verwerkt. Ik vind het bijzonder van deze speeltuin. Dat er meerdere leeftijdsgroepen kunnen worden aangesproken. En ik hoop dat er door deze speelplaats ook mijn leeftijdsgenoten die hun sociale vaardigheden niet trainen en hun fysieke toestand alsmaar achteruit gaat omdat ze binnen achter een computer of de tv zitten. Ik hoop dat die mensen ook naar buiten gaan door mijn speelplaats. En als dat lukt, dan is dat het bijzonderste aan mijn speelplaats.